Maar het was in ieder geval een domper zo in de laatste seconde. En met mij naast mij staat Kevin Rijnvis. En voor Kevin Rijnvis was het een tweede helft waarin hij één bal zag. En die belandde achter je in de laatste seconde. Met hoe zuur gezicht sta je? Ja, ongelooflijk zuur. Echt, deze had ik eigenlijk niet zien aankomen. Als je dan in de 65e minuut, voor mij 70e minuut, rode kaart van Rijnsburg. Ja, en dan kom je met 10 man, of zij komen met 10 man. En dan denk je van, hier gaan we punten pakken. En geen bal gehad, niks was er gevaarlijk. En dan één bal en die valt verkeerd en je zit hier met lege handen. Ja, en dat is zeker gezien, op voorhand gezien teleurstellend. Je had vandaag een mooie stap kunnen zetten richting de middenmoot. Ja, dat denk ik ook. Je hebt vorige week of twee weken geleden heb je goede overwinning. Begin je tweede seizoen zelf goed. Je moet de serie neerzetten. Dat is gewoon belangrijk dat je in deze fase een paar wedstrijden wint. Waardoor je net even wat meer lucht hebt, waardoor je net wat meer beter gaat voetballen. En dan is het heel zuur dat je nu weer het deksel op je neus krijgt. Dus dat het is ongelooflijk, echt waar. Ja, de eerste helft begon Rijnsburgse boys vrij goed. Je moest nog een paar keer handelend optreden. Daarna namen jullie test in handen en met name de tweede helft waren jullie heren meester. Ja, nee, ik vond dat we veel te slap begonnen. Ik vond dat Rijnsburg ons in de wedstrijd hield. We kwamen overal te laat op het middenveld. Ik vond de afspraken kwamen niet na. Ja, en in eind tweede helft pakken we dat wel iets beter op. Ja, en de rust heeft Simon gewoon harde woorden gezegd. En dat het gewoon een tandje erbij moet, anders gaat het gewoon niet lukken. En dat heeft hij gedaan en dat resulteerde dat we wel beter waren in de tweede helft. Maar ik vond ons nog niet daadkrachtig dat we gewoon die wedstrijd naar ons toe trokken. En dat wij even uitmaakten dat wij met de punten vandoor gingen. Dat gebeurde gewoon niet. Nee, maar dan in die laatste seconde staat er eentje die eerst wordt uitgeroepen tot man of the match. Van 2 meter ook nog eens vogeltje vrij voor je neus. Wat gaat er allemaal mis? Nou, worden gewoon afspraken niet te nagekomen. Kijk, de nummer 4, Frank moet hem gewoon oppakken. En hartstikke leuk dat het 93e minuut is, die voorin wil blijven staan. Maar je moet gewoon meelopen met je man. En dat is een paar keer dit jaar is al gebeurd. Dat je gewoon onze afspraken niet nakomen. En er staat een jongen, die Hessing is 1,95 meter. En Donnie staat erbij, die is 1,60 meter. Ja, dan moet je ook gewoon bij de hand zijn en dan gewoon 1-1 uit vuur slepen. En dan met een puntje naar Nijkerk gaan. Ja, en gaan we volgende week gaan we erover hebben. Ja, volgende week speel je tegen Scheveningen. Die winnen vandaag met 6-1. Zegt misschien niet al te veel, maar die zijn in een iets betere flow komen die naar jullie toe dan dat jullie in Nijkerk spelen. Ja, kijk, elke wedstrijd is op zich natuurlijk. Dat is voor ons het belangrijkste, weer gewoon maandag de draad oppakken en dat we gewoon weer een volle focus naar Scheveningen. We hebben natuurlijk ook wel het recht gezet naar vorige keer. Dat je 3-0 voor staat en dat je dat toch weggeeft. Dus het is een mooie gelegenheid om weer die knop om te zetten en weer te gaan. Ja, jullie hebben thuis nog geen wedstrijd gewonnen. Speelt dat nog mee? Nee, dat hebben jullie te vaak over voor de mensen eromheen. Maar in de ploeg is het helemaal niet. Maar goed, we gaan gewoon voor die 3 punten. Klaar. Ja. En nu heel chagrijnig de bus in huis. Ja, ik denk dat ik 1 minuut gedoucht heb en ik ga nu richting de bus. Dus het wordt een zuur, heel zuur weekend. Dankjewel.